Deze webles gaat over de wet van behoud van energie en we gaan kijken hoe we een energiebalans kunnen opstellen. Dat gaan we doen aan de hand van een stappenplan, een algemeen verhaal, en daarna gaan we het stappenplan toepassen in een opgave. Hoe ziet het plan van aanpak eruit als je iets moet doen dat te maken heeft met behoud van energie? Nou, stap 1 is dat je voor jezelf een situatieschetsje maakt, daarin alle gegevens een plekje geeft. En ook voor jezelf een duidelijk een situatie voor en een situatie na kiest. Of uh, je kunt het situatie 1 en 2 noemen, boven en onder. Het hangt af van uh, het soort opgave dat je hebt. Maar je gaat altijd twee situaties met elkaar vergelijken. Stap 2 is dan dat je vervolgens een energiebalans op gaat stellen. En dat kan uh, in de regel uh, heel algemeen, meestal heb je te maken met zwaarte-energie en kinetische energie. Soms, en zeker bij VWO-opdrachten, kan er ook nog veerenergie bij zitten. Maar er moet altijd gelden dat er evenveel energie is in situatie voor dan in de situatie na. Tenzij er energie verloren gaat in de vorm van warmte. Als je dan je energiebalans hebt, ga je kijken of je deze kunt vereenvoudigen. Dus je gaat jezelf afvragen: staat het voorwerp ergens stil in een van mijn twee situaties? Want dan heb ik geen kinetische energie. Of staat mijn voorwerp ergens op een hoogte nul? En dan heeft het geen zwaarteenergie. En het uh, voordeel van de zwaarteenergie is dat je zelf jouw nullijn kunt leggen. Dus als je een slimme nullijn legt, kun je daarmee wat rekenwerk besparen. Tot slot kun je ook nog kijken of je eventueel de massa kunt wegstrepen in al jouw componenten. En vaak is dat wel het geval. En in de regel uh, kan dat niet als je te maken hebt met warmte, met wrijving. Dan ga je je energiebalans invullen met de gegevens die je hebt gekregen en je kunt dan werken naar het, naar het antwoord dat gevraagd wordt. Dit is heel kort het uh, plan van aanpak. We gaan een toepassing bekijken en de toepassing ziet er als volgt uit. Het gaat over een trambaan. Een trambaan die zich beweegt over een uh, heuvel. Hij gaat, gaat eigenlijk door een dal heen zoals je hier kunt zien. Een tram begint bovenaan en hij moet stoppen bij een halte. En we krijgen nog wat extra gegevens. Bovenaan de heuvel heeft de tram een snelheid van 7,5 meter per seconde. Hij heeft een massa van 24 ton, oftewel 24.000 kilogram. Hij begint bij een hoogte van 35 meter. Hij gaat dus door het dal. Gaat daarna weer een stukje omhoog en hij eindigt bij een halte op een hoogte van 14 meter. De vraag die we. Zelf gaan stellen is kunnen we uitrekenen hoeveel energie er moet worden omgezet tussen het begin en het eindpunt van dit traject in warmte. Wil de trein netjes tot stilstand komen bij de halte en dat omzetten in warmte? Dat kan dus gebeuren door een wrijvingskracht die optreedt, zoals een rolwrijving of luchtwrijving, maar het kan ook de wrijvingskracht zijn die je creëert door te gaan remmen. Het is uh, alle drie de vormen van wrijving bij elkaar. Hoeveel Energie heb je dan in totaal omgezet in warmte. De volgende stap is dat we ons, uh, dat we een energiebalans gaan opstellen. En uh, dat doen we als volgt. We gaan eerst uh, onze schets een klein beetje vereenvoudigen, want we hoeven geen mooie tram te hebben. Dat kan ook gewoon een punt zijn. En we gaan onszelf afvragen: wat moet er gelden in onze energiebalans? We hebben natuurlijk te maken met hoogte-energie, of zwaartenergie. We hebben te maken met kinetische energie en in deze opgave hebben we ook zeker te maken met warmte. Het moment dat hij zich op hoogte van 35 meter bevindt, noem ik voor, of situatie 1. En het moment dat de tram stilstaat bij een halte, noem ik situatie na. En ik ga bij de beide situaties met elkaar vergelijken. En dat doe ik dus door een energiebalans op te stellen. En ik kan dan zeggen: Het volgende: dat al zijn energie die hij had voor, evenveel moet zijn als al de energie die hij heeft. Na plus Q. Want we hebben hier zeker te maken met het feit dat gedurende de rit er energie wordt omgezet in de vorm van warmte. Sterker nog, de vraag is zelfs hoe groot is Q? Als we gaan invullen dan krijgen we eigenlijk deze standaard eh, energiebalans. De kinetische energie en de zwaarte energie die, die de tram voor heeft moet even groot zijn als de kinetische energie plus zwaarte energie na plus warmte. Nu gaan we eens even slim nadenken. Wat kunnen we nu zeggen over de kinetische energie voor en na? Nou, we weten zeker dat de tram kinetische energie heeft in de situatie voor, want hij heeft snelheid. Maar als de tram bij de halte staat, is de snelheid 0 en dan kan dus eigenlijk al meteen een streep zetten door de kinetische energie na, want die is 0. De zwaarteenergie. Ja, dan moet ik even tegen mezelf zeggen: waar leg ik nu mijn 0? En nu kunnen we slim zijn, want je bent misschien geneigd om te zeggen: ik leg mijn 0 op het laagste punt, en dat mag. En dat zorgt alleen maar voor dat je iets meer moet rekenen, maar het geeft precies hetzelfde antwoord. Je kunt ook zeggen: weet je wat? Ik leg mijn 0 op eh, de hoogte die de tram heeft in mijn situatie na. Oftewel hier. Want als ik dat doe, dan kan ik iets zeggen over de hoogte die de tram heeft als hij bij de halte stilstaat. Die is dan. 0 meter. Maar als ik dat doe, moet ik natuurlijk niet vergeten dat als ik mijn 0 wat hoger leg, dat hij uh, ook de tram dus met een kleinere hoogte begint. Daar moet ik dan wel 21 meter van maken. Het verschil dus tussen het begin en het einde van de tram gedurende de rit is 21 meter. Nou, als ik dat zo uh, voor mezelf heb aangegeven, dan kan ik ook met zekerheid zeggen: dan is mijn zwaarte-energie. In mijn situatie na, die is ook 0. En ik heb mijn energiebalans vereenvoudigd. Ik ga hem invullen, want zowel voor de kinetische als voor de zwaarte-energie heb ik natuurlijk een formule. En dan krijg ik uh, dit ingevuld. En let erop, ik kan hier dus geen massa links en rechts wegstrepen, want rechts heb ik alleen Q staan in deze situatie. En uh, Q heeft geen massa in zich, dus ik mag niet overal een massa wegstrepen. Maar wat ik wel kan doen, is al mijn gegevens invullen in de formules links in de vergelijkingen die ik links heb staan en dan krijg ik dit ik zet q eventjes naar links en alles wat links staat naar rechts ik weet natuurlijk de massa van mijn tram ik weet de beginsnelheid v en ik weet uh, g en ik weet de hoogte die uh, de tram in het begin had dat kan ik allemaal invullen en als ik dat doe dan kan ik dus ook eigenlijk direct q uitrekenen al die energie of het nu kinetische of zwaarte energie is die de tram aan het begin had. Al die energie die moet hij aan het einde kwijt zijn. En dat kan dus alleen maar door die energie om te zetten in warmte. Hoe groot is dan die warmte? Dat kun je uitrekenen. En het antwoord, als je het antwoord dan geeft, dan let je natuurlijk altijd op twee zaken. Significante cijfers. En in deze situatie moet ik mijn antwoord geven in twee significante cijfers. En de eenheid, de joule. En het antwoord wordt dan 5,6 x 10 tot de macht 6 joule oftewel 5,6 megajoule.